De ontginning van de Sibbelgroepen heeft zich in de loop der eeuwen vanaf de oudste ingang naast de huidige Apolloniastraat globaal in westelijke richting voortgezet. Natuurlijk niet rechtstreeks, maar dat binnen een bepaald gebied een aantal hectaren in meer zuidelijke richting ontgonnen waren en vanwege geologische oorzaken de winning van mergel dan niet meer verder kon gebeuren, werden in westelijke richting nieuwe mergelwinningsgebieden ontsloten. De ontginning van de Sibbelgroeven heeft zich in eerste instantie in westelijke richting voortgezet tot op enkele tientallen meters voor de tegenwoordige hoofdingang aan de Bergstraat. Enkele teksten en jaartallen uit de 70er jaren van de 18e eeuw laten zien dat dit gebied toen al in productie was. De ontginning van de Sibbelgroeven werd westwaarts voortgezet tot vlak voor de huidige kapel, welke uit de Franse tijd zou dateren. In de bottleneck tussen het oude gedeelte en de kapel komen de graafrichtingen al elkaar tegen, want het gedeelte van de kapel is ontgonnen vanaf de kant waar nu de tegenwoordige hoofdingang ligt. In ieder geval toen de ontginning, waarschijnlijk om geologische redenen, bij de bottleneck gestaakt werd, zal het gedeelte van de kapel nog niet bestaan hebben. Zoals zo vele malen in de ontginningsgeschiedenis van de groeven, lijken de exploitatiemogelijkheden ook hier ten einde te lopen door bijna onoverwinnelijke barrières als breuken en aardpijpconcentraties, en heeft dit ertoe geleid dat men tientallen meters terugwaarts ook hier weer in zuidelijke richting probeerde door te steken. Ergens in dit gedeelte, achter wat clandestien gedeponeerd puin, loopt een enigszins dalende, lage, duistere gang in zuidelijke richting vast op een instorting. Een van de wanden bestaat voor een deel uit op elkaar gestapelde mergelblokken die een aardverstorting moeten tegenhouden, en op een paar plaatsen staat op de door breuklijnen getekende en met een grijs patina bedekte muur ingekerfd: hier is de oude vaart, 1794 ten 21ste juli. Maar ook hier werden de blokbrekers geconfronteerd met een enorme geologische storing, waarbij de mergellaag zich pas na een verval van 2 meter in zuidwestelijke richting verder voortzet, en was het ongemak voor de blokbrekers in de oude vaart misschien wel aanzienlijker dan wat hen in direct westelijke richting te wachten zou hebben gestaan. We staan hier midden in de oude vaart. En dat mergelpakket van Sibbe, dat is geen mooi homogeen pakket, maar die mergellagen die zijn om de zoveel tientallen meters onderbroken door verticale breukvlakken. Die breukvlakken die lopen meestal zo van het zuidoosten naar het noordwesten toe. En op enkele plaatsen zijn die mergellagen ten opzichte van elkaar een aantal meters verschoven. In Sibbe is dat gebeurd. In het gebied in de oude groeven, daar is de mergellaag een meter of 2 naar beneden toe verschoven. Gaan we een paar honderd meter verder, dan zien we dat die mergellaag daar weer een meter of 2 weer omhoog komt. Die blokbrekers die kwamen op een gegeven moment met het ontginnen van die mergelgangen op zo'n breukvlak terecht. En voor hen hield eigenlijk die mergelwinning op, tenzij ze probeerden met heel veel moeite en met heel veel inzet door zo'n breukvlak heen te werken. En dat lukte het soms om dan toch weer een heel nieuw mergelwingebied te vinden. Hoe oud die breukvlakken zijn, weten we niet precies. Het is wel zo dat die breukvlakken al zijn ontstaan vlak nadat die mergellagen op die vroegere zeebodem zijn afgezet. Zo'n breukvlak bestaat ook meestal niet uit één stuk, uit één breuk, maar het zijn vaak een aantal breukvlakken achter elkaar. Daar staan er nog haaks een aantal frictiebreuken op, dus dat betekende dat die blokbrekers, als zij dus die mergelgangen gingen uitzagen, meestal proefvangen moesten maken van 20 meter lengte, totdat ze dan weer een heel gaaf mergelwingebied hadden. En zo ook hier in die oude vaart zien we dan zo'n plaats waar die blokbrekers gewoon geprobeerd hebben door die centrale breuk heen te kappen. Even lijkt de graafrichting halverwege de oude vaart van de tegengestelde kant te komen, maar
Bij nader beschouwing blijkt al snel dat de gang eerst in het midden smal door de breukzone heen gebroken en daarna aan beide zijden terug opgewerkt is, zodat de doorgang verbreed werd. Voor stond het dieper in de oude vaart en met die oude vaart is het heel merkwaardig aan de hand. Maar dan moeten we eerst kijken en we zullen uitleggen wat graaf of hakrichting is. En in het Duits zat die uitstekking moet liggen, dat is Huub Gijzelaars en oude blokbreker. Huub, ze hebben in de bergblokken gezegd en u kunt natuurlijk zien naar welke richting toe die blokken gezegd zijn aan de hand van de... Hier van de speur, van de bijtelsporen, wat hier op de wand staan. De graafrichting is van deze opgekomen, dat kunnen jullie heel goed zien. Kijk eens, hier zien ze de bijtelsteek staan en zo zijn die opgekomen. Nu kun je aan deze kant dan nog zien, tot hier in de linkse blokbreker gewerkt. En tot er van die kant is opgekomen, is dat in de linkse man geweest. Want aan deze kant, Huub, aan waar de bijtelsteek gezeten heeft, hij heeft eigenlijk dat eerste blok gezeten. Dit is de dingen geweest, de pielerkant, de pielerstoel. Het schaap heeft hier in deze vaartrichting in het midden gezeten, de eerste blokken. Houd daar rekening mee. Hè. Want dat is hier eigenaardig gebroken. Hè. Want die moesten goed kijken als hij wil werken voor te komen als ze alleen wordt, dan ging het te hel. Huub, maar je kunt zo nog op een andere manier zien, dus naar welke richting de blokken gebroken wordt aan de kanten. Hey. Dus die zijn van die kant opgekomen. En dan kun je hier aan die spring zien, tot ze van die kant opgenomen. Maar dan moest ze een klein beetje belulden van hebben, zo voor het zeggen. Huub Gijzelaars heeft juist uitgelag over de graafrichting, waaraan men kunt zien wie zijn gang eigenlijk uitgezegd is. Normaal zou het lijken of de gang van onderop hier naartoe gezegd is, maar eigenlijk is dat toch niet zo, Huub? Nee. Eigenlijk zijn ze hier door afgekomen met schaap en pikstoel. En dat kunnen we hier aan die graafrichtingen hier kunnen we dat zien. En die zijn zo aan de gang afgegangen met, zeg maar, met schaap en pikstoel. En daarna, wie ze door redelijke mergel vonden, hebben ze de gang links en rechts hebben ze een breier gemaakt. Maar ze zijn van hierboven afgekomen. En dat kunnen we hier zien aan de graafrichtingen. Hey. Dus ze hebben dus zwellige poefgang omleeg gemaakt. Ja. En later, dat gebeurt, links en rechts van de gang terug opgewerkt. Links en rechts zijn die teruggekomen, opgewerkt dan. Hè? En dat hebben ze, zo zijn die doorgegangen. Want het is interessant voor dit stukje berg te zien. Hè? Want als ze normaal kijken, zoals ze zeggen, ze komen van onderop. Maar nee, ze zijn het eerste van hierboven afgekomen. En dat is hier ook goed te zien aan dit, wat in de plafond, dat springsje wat in de plafond zit. Waarbij het dus... kijkers niet altijd even betrouwbaar is als men een graafrichting kijkt. Dus moet wel degelijk elk detail bekijken om toch precies te kunnen oordelen van wie of waar ze naartoe gezegd hebben. Via de oude vaart werd weer een heel nieuw ontginningsveld ontsloten van waaruit het gebied van het Getske en de kruisvaart, maar eerst meer naar het westen het gebied bij de huidige ingang en de kapel ontgonnen is. Meestal, als dan zo'n gang door zo'n breukzone heen gebroken wordt, dan wordt zo'n gang ook meestal gebruikt later als hoofdtransportweg, als een soort centrale weg. En dat is vooral herkenbaar aan de Moerenafuns. Dat klopt, dat is zo. Ja, dat kunt ze dat zien. En hoe ziet ze dat vooral aan, dat het een hoofdtransportweg geweest is? Door de karren vroeger, wat die op en af gegaan hebben. Met een af hebben die in de wand een gruif gemaakt. Dat de voorman niet richtig midden van de weg ging, hing een peert altijd achter de voorman aan. Want dat uitvaren van die mergelblok, dat gebeurde vroeger met zo'n ouderwetse kar, hè? Ja, gewoon normaal karren waren dat, met geen huizen op, gewoon een platte kar, waar die blok opstingen. En dat waren karren met grote raar aan natuurlijk. Ja, grote raar. Wie groter haar wordt, wie beter dat leert. Ja. En de koetsen die assen, koetsen dan in de moeren, dat soort uitsliepen gemaakt? Ja, sleep dat uit. Als de kar gaat iets uitweek, de peert gaat naar de kant gekomen met een as in de wand van de mergel. Ja.
funst op zichzelf vroeger gedaan hebben met Peter en Kar, blijk goed gereden. Ja, dat is een 10 jaar geleden. Dat is meer dan 50 jaar geleden. Dus, en wie oud was je toen? Voor 14, 15 jaar. Dan ging hier al toch met Kar en Peter naar de baan in. Een 1 hectare grote instorting heeft later weer de doorgang achter de oude vaart naar het nieuw ontstane gebied versperd. Mogelijk zou deze instorting de reden kunnen zijn voor de aanleg van de huidige hoofdingang en een tweede, oostelijker gelegen verbinding via het Getske met het achterliggende gebied.